En Anton, de KOM Universiteit van Suriname viert op 1 november 2018 haar 50-jarig bestaan. Om dit heugelijk feit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, wordt er vanaf de maand mei een pre-jubileum gehouden. Dat zei bestuursvoorzitter professor Jack Menke gisteren op een persconferentie. Van 18 tot en met 23 juni zal een conferentie worden gehouden over de slavernij en contractarbeid. Er wordt onder meer samengewerkt met het Nationaal Archief, het Directoraat Cultuur, NACS, de Federatie voor Afrikaans Suriname en de Culturele Unie Suriname. Ook leveren internationale wetenschappers hun bijdrage. Door deze kennisuitwisseling zal de wetenschap in Suriname worden bevorderd, meent professor Menke. Bij deze conferentie die gaat over slavernij en contractarbeid, komt een breed spectrum aan onderwerpen aan bod. Zoals migratie, medische geschiedenis, etnische verhoudingen en natievorming. En het doel van deze conferentie is de resultaten van wetenschappelijk onderzoek overal in de wereld over slavernij en contractarbeid. En over uiteenlopende onderwerpen, dus uit te wisselen. Het vormen van netwerken tussen wetenschappers uit diverse delen van de wereld. En het vernieuwen van kennisontwikkeling over allerhande vraagstukken die te maken hebben met slavernij en contractarbeid. Dat is dus professor Jack Menke, voorzitter van het DECUS. De voorzitter van het organiserend comité, Maurits Hassankan, zegt dat de voorbereidingen van deze conferentie ruim 2 jaren in beslag heeft genomen. We hebben in 2013 een zeer geslaagde soortgelijke conferentie gehouden met een aantal deelnemers van, ik dacht, 107 inleidingen. En het totaal aantal participanten waren toen rond de 150 in die 4 dagen. En ik was toen ook de coördinator samen met de heer Jack Deeuw die u hier ziet en de heer Egger die nu coördinator is van de studierichting geschiedenis. En we waren zeer tevreden. En ik dacht dat het goed zou zijn om 5 jaar later weer bij de volgende lustrum iets te organiseren. Want dan is het van belang. Je hoeft dan niet elk jaar iets te organiseren, maar om de 5 jaar is het denk ik een goed moment om stil te staan wat betreft van wat is er in het verleden gebeurd, welke zaken spelen nog een rol in het heden en hoe kan dat de toekomst bepalen. Alus Maurits Hassankan gisteren bij de persconferentie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. In verband met het 50-jarig bestaan van dit wetenschappelijk instituut zullen er diverse activiteiten worden gehouden. Een van deze activiteiten is een 6-daagse conferentie over slavernij en contractarbeid.